Guys, het is echt lang geleden. Small shaft, what it do, my niggas? Ik ben even weg geweest, maar ik zal wel in een latere YouTube-video uitleggen wat dat wat was en hoe. Ik ga morgen vertrekken naar Nederland. Ik ga Boeken Droog gaan zien. Appie en de rest van de boys. Dus zoals jullie kunnen zien, het is nu donderdag de 9e. Mijn haar is gedaan. Shout out aan die vrouw. Ze heeft het echt goed gedaan eigenlijk, om eerlijk te zijn. Jullie hebben mijn kamer ook nog niet gezien. Wacht. Oh, het is zo lang geleden dat mijn kamer is al veranderd is in meantime. Bed is er nog altijd. Bureau gaat weg. Dat gaat weg. Yeah bro, that's about it. Het is lang geleden dat ik heb gevlogd eigenlijk. So yeah man, ik hou van jullie man. Stel je voor ik vlog zo man, hele dag. Met vondbak scheet. Jullie zien hetzelfde licht, maar we zijn ondertussen al volgende dag. Ik zal het je gewoon tonen, we zijn ondertussen al vrijdag 10 december. Moet bijna gaan. Hey, ik heb nieuwe kicks gehaald, by the way. Like, these kicks. Ja, man. Dit zijn ze, broer. Ja, ik maak me dus nu klaar. Maar ik neem jullie gewoon mee op trip, hè. We zullen wel zien waar dat we uitkomen, guys. Love. Hi, dit is de fit. Knolpower hoodie. De roze do-rag. En de nieuwe kicks, hè? De nieuwe balances. Ja, yeah, they fire, bro. I really fuck with them. En nu, ik heb een trein in 22 minuten. Ik weet niet of jullie mij kunnen zien, maar zoals jullie zien, ik ben aangekomen in Rotterdam. Normaal gezien zou Ben hier al moeten zijn, maar ik heb ook gewoon gezien op, op Google Maps dat het hotel waar ik in verblijf niet zo ver is van waar ik nu ben. Dus we gaan nu eventjes moeten zien hoe en waar en wat ik moet doen om daar te geraken, want dude, ik voel mij echt een stranger, man. Ergens hoop ik dat Ben nu ergens opduikt en gewoon zegt, hey yo, Daddy Smalls. Want zo spreekt hij. Daddy Smalls. Jij bent er. Love. Ik voel me hier oprecht een toerist. Maar als ik u zeg, echt gewoon een toerist. Ik weet niet waar ik mijn ticket moet halen. Ik weet niks, man. Bro, kom op, man. Volgens deze shit heb ik mijn... Fuck man. Als dat ik kan zeggen was, ik voel mij oprecht een toerist. Ik heb letterlijk geen idee waar ik naartoe aan het gaan ben. Ik heb gewoon een ticket nodig, want ik heb om 6 na heb ik een trein, of ik weet niet wat ze daar noemen, maar een trein richting het hotel. Ik heb geen OV-chipcard, bro. Negro. Bro, kijk hoe dat hieruit ziet, man. Ik snap niks. Ja, dus zoals ik aan het zeggen was, ik heb echt geen idee hoe dat tegen elkaar zit. Het is ook de tweede keer dat ik in Nederland ben. Maar het zou normaal gezien wel in orde moeten komen. Ah, nee, 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 dit is van mij. Ja, als mensen willen zitten, ja, dan is dat de set. Ah, ja, nee, nee, nee. Ik zal, of, kijk aan de zon. Alsjeblieft. Kijk aan de andere kant. Ik wil iemand meenemen. Ja. Nee, nee, maar ik was ernaar aan het kijken, want ik ben een video aan het maken. Oh, sorry. Ah, nee, 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 dat is helemaal niet echt. Dus... Oh, oké, okay. Het is van die van, oh ja, dat zijn we ook. Ja, ik ben een YouTuber uit België. Oh, wat is dat? Een YouTuber. Ah, oh, oké. Okay. Dus je moet even aan het opnemen. En ja, ik moet even aan het opnemen. Ik moet naar het stadhuis. Ze in Nederland zijn meer open. Ze zijn ook gewoon direct. Als er iets is, gaan ze dat meteen zeggen. Ja, man, dat is ook gewoon de vibe, man. En ik moet wel eerlijk toegeven. Belgium could never, man. Like, bro. Look how beautiful this shit looks, man. Like, ik weet gewoon in Brussel hebben we ook zo gezegd, like, metro en shit. That shit is ass, man. En het is niet alsof ik vaak in Brussel ben, maar, like, Het is nu 8:55. So yeah, man. Ik ben nu toegekomen in het stadhuis. Ik moet hier blijkbaar 5 minuutjes stappen of iets minder. En dan kom ik aan.
in het hotel waar ik hoor te zijn. The James Hotel. Ik ben dat later pas te weten gekomen dat er in Nederland een lockdown is. Al ja, type of lockdown. Maar het is hier echt chill, man. Ik denk waarschijnlijk op een drukke dag dat er echt gewoon bomvol zit met mensen. Maar nu is het gewoon oké, man. Like, ik denk echt op een drukke dag dat er gewoon dat er vol zit met mensen, man. Guys, we made it. Ik ben nu ondertussen aan het bellen naar Appie, want ik heb een gemiste oproep van Appie Moussa, maar hij neemt niet op. So it is what it is. Anyways, guys, dus dit is mijn hotel. Piegeltje. Chill. We hebben, ja, als je gezellig wilt komen zitten met mij, dan kunnen we even praten, snap je? Heb je ook een plaatje waar je kunt werken, natuurlijk. Alles is inbegrepen en ik verblijf nu in de James Hotel. Wat is mijn uitzicht? Wat zijn die Nederlanders dan, man? Wat zijn die Nederlanders, man? Ze hebben mij verteld dat Appie ging komen naar mij, man. En Ben ging ook komen naar mij. Maar ik zie hen niet. Ik hoor niet van hen, man. Ik heb hem net proberen bereiken, maar hij wil niet oppakken. Hey. Eindelijk, man, bro. Waar ben je? Yo. Voor de deur, man. Kom naar buiten. Ik kom naar buiten. Tot zo, 2 minuten. I see. Ja. Ik heb deze niggas in fucking lang niet gezien, man. I'm hella excited, man. Maar ik ga eerst eens plassen, want wow. Ik ga de boys gaan zien, man. Ik ga de boys gaan zien. Ik ga Appie en Boekedro zijn hier beneden. Oftewel Ben en Appie. Want jullie kennen Boekedro niet als Ben. Maar ik ken Ben wel als Ben. Finally. Bro, quick fit check, man. Quick fit check, bro. Look how fly I look, bro. Look how fly. Ay na, my boy staan beneden, bro. My boy staan beneden, bro. I want that. We zijn er. Welkom in Rotterdam, Danny. Welkom in Rotterdam. Talk to. Good to see you, good to see you. Hey, hallo, bro. Mensen. Hallo, man. Hoe is het? Hoe is het? Met jullie en met Danny, dat wil ik tegelijk weten. Hoe is het? Met mij gaat het goed. We zijn in Rotterdam. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik moet wel toegeven, er zijn hier veel hoge gebouwen, man. Ja, maar eerlijk, ja, is New York. De New York vibe krijg ik al, man. En ik moet... Wat is... Yo, like en abonneer. Hey. Daily December. Hey. We gaan elke dag posten op Danny's kanaal. I wish dat ik dat kon doen, man. Ik heb daar niet genoeg tijd voor. Ik ga deze video gewoon fucking veel. Post hem gewoon heel de december lang. 2 minute video's. Coming soon. Stel je voor. Ik hoorde lekker mensen roepen. Ik ben boeiend aan het gillen. Ja. Wel even op, als je een bier kan doen. Stana, till I die. Oef! But you can do what you wanna. Take what you wanna. Speak what you wanna. Ik snap niet wat er aan het gebeuren is. Maar guys zijn gewoon viben. Viben. Yeah, man. 20 out of 20, folks. Nigga said 20 out of 20. Ik heb geen idee of jullie mij nu nog deftig kunnen zien, maar ik heb dus gewoon nog gechilled met Appie, Rory Jackson, nigga Ben, Cruiser en nog een paar andere guys. Het is nu 5:10. Ik ga terug naar hotel. It's time to sleep. En yeah, bro. Love y'all. Oké, ik ben dus net terug van, van de chilling met de boys. Met Appie Moussa en zo. Ben. Boekedro, dus. En al de andere guys, man. I'm too tired for this shit. Ze hebben hier blijkbaar dus ook een winkel waar je te eten kan halen. Dus dat is wel chill. Het is hier ook niet zo groot of zo. Maar het is aangenaam, man. Ik heb gewoon chips gehaald en 2 Twix, omdat ik iets nodig heb om te eten. Maar even checken voor chips. Oké, dus ik heb daaruit gewoon wat snacks gehaald. Want ja, bro, ik ga niet liggen hier zonder snacks. Jay, maar het is mijn eerste dag. Morgen ga ik naar Albert Heijn gaan. Dan gaan we even zien wat we gaan laten lukken daar. Maar ja, man, even... Kamer 404, that's my room. Kijk ja, ik ga me hier dus gewoon rustig installeren. Chips, Twix, dank je. Het is al chill. En ik ga gewoon gaan slapen, dat is alles wat ik ga doen. Ik heb Rotterdam zelf nog niet gezien, dus ik weet niet hoe dat Rotterdam zeg maar is. Maar ik hoor wel altijd dat dat de littest city is in NL.
So, we better find out, want er is nu ook gewoon een lockdown aan de hand, dus we kunnen ook niet echt veel doen in Rotterdam. Tot vanaf 5 sluiten de winkels en alle supermarkten gaan dicht om 8. Dus dan hebben wij het in België eigenlijk zwaar goed, man. Like, on some real shit. Yeah, anyways. Guys. I'm gonna see ya when I see ya. Yeah, now. Goedemorgen. Well, yeah. Goedemorgen is het eigenlijk niet. Hoe laat is het? Het is nu 14:25. Dat is tof. Oké, dus ik ben eventjes naar buiten geweest, snel naar Albert Heijn. Ik ben mijn camera oprecht vergeten, maar het is, look at this bro. Like, het is wel active zeg maar. Het is echt wel druk. Maar ja, kijk, ik ga Ben straks zien. Even checken wat de vibe hier is ook. Ik ga snel even ontbijten, man. Like, bro, ik heb geen ontbijt gehad. I'm hungry, bro. I'm hungry. Dat heb ik dus gehaald. Gewoon een quick ontbijtje. Even zien. Even laten lukken. Ik ga nu afspreken met Ben. Hij is aan de Mediamarkt in Rotterdam. Geen idee waar dat is, maar ik ga er nu gewoon naartoe. En we zien dan wel wat dat er gebeurt. Hoe en wat. 0, deurtje sluiten. Look at this. Ik heb de knolpower hoodie nog altijd aan. Het is ook de enige hoodie dat ik heb meegenomen naar hier. En dat is het eigenlijk voor de rest. Niets speciaals. Dus zoals ik jullie aan het zeggen was, België could never, man. We hebben niet zo, in Brussel hebben we het zo gezegd, een straat als dit. Maar dit is echt gewoon een boulevardachtige vibe. Het is hier echt beautiful. Maar ja, nog steeds, het maakt niet uit hoeveel mensen er hier zijn. Want uiteindelijk om 5 uur moet alles dicht. De supermarkten sluiten om 8, als ik me niet vergis. Ze kunnen hier ook geen festivals doen, want er is geen plaats waar ze parties kunnen doen. Dat is eigenlijk wel grappig aan Nederland. Ze zijn hier echt down bad, bro. Ah, hij is ondertussen al terug, man. Hey, outfit, hè? Is al om een Pikachu te nemen, ja? Ben je niet op dat? Jammer. Anyways. Dus hij gaat me nu een beetje rondleiden in Rotterdam. Wat is dat? Hey bro, dat is een vibe, man. Dat is like a killing. Je doet dat shit, man. Ja, dus hij gaat... Sinds dat ik geboren ben, is die man hier. Word? Dus ja, je gaat me eigenlijk gewoon een rondleiding geven van wat ik hier te zien kan krijgen. Right. Beter wel. Wat ik wel al heb opgemerkt is dat er heel veel hoge gebouwen zijn hier. Je krijgt hier inderdaad een New York vibe, wat wel funny is. Dus eigenlijk moeten we niet meer naar New York gaan, hè? Je hebt het hier. I'm gonna keep it real with you, bro. What are we doing here? Ooh. This nigga took me to action for no action. No reason. He don't even know what he's looking for, bro. This nigga just grabbing random shit. He just like, yeah, this is the vibe. Beste klant van de Action, wij adviseren je nogmaals op dat kassa 1, 2, 3 en 4 open voor je zijn geopend. Kassa 1, 2 en 4 de NKP-kassa's. Mocht je contant willen betalen, kassa 3 en 5 open voor je geopend. Wij verzoeken je vriendelijk om bij elke kassa aan te sluiten. Jur, doe dat shit. Hoe goed zijn deze kassa's? Was dat jou, Vicky? Ben jij, man. Ja. Bro, ik heb hele rit. Sinds dat ik in Roffa ben, buiten elke keer gewoon mijn 4G aangelaten. On some, I'm the unlimited nigga, you feel me? Let's get it, brr. Iedereen loopt echt voor die laatste minuten dat ze er kunnen winkelen, hè? Bro, dat is fucked! Ik heb beseft nu shit dat hij is, hè? Mensen rennen voor hun leven omdat ze weten, 5 uur is klaar. Dat sukt! Bro, die shit is wrecked. Nou, I feel sorry voor jou, man. Dat is af niet meer grappig at this point, man. Nederland is down bad, down sad. Going out sad, bro. Nee, ik denk dat het wel. Ja, je kan nooit hard. Ga nooit naar de winkel. Nee, ik denk het.
Ja, ik ook niet. Ik ook echt niet. Ik ga alleen naar de supermarkt. Voilà, ja, dat is echt ook zo'n ding. Ik ga ook bijna nooit naar de winkel. Gewoon echt supermarkt voor dingen die je nodig hebt en klaar, man. Ja, man. Like, want at the end of the day, je kunt ook gewoon bestellen these days. Exact. Zo. Wat ga je naar de store eigenlijk? Het is alleen jammer, gewoon voor die gezelligheid. Inderdaad. Zoals je het gaat CD'en, bro, nu. De CD is gewoon leeg om 6. No, like gisteren, ik weet niet voor de mensen die me op Instagram volgen, like gisteren had ik letterlijk, toen ik toekwam, waren het gewoon Ben, Appie en ik. Dat was het. Voor de rest, shit was empty, bro. Je hebt een mooie broek aan. Maar wil ik vriendelijk zijn en is het niet goed? Of klonk ik niet NL genoeg? Klonk ik niet NL genoeg? Man, nigga, you sound scary as hell, man. Toch, heb je die print niet gezien op haar broek? Ja. Ah, maar ben ik crazy voor dat? Nee, nah, ik vond het niet zo mooi, man. I didn't like the jeans at all, man. I was just being nice, bro. Niks horen. Maar mensen zijn toch direct hier? Ja, maar dan, mensen willen niks horen. Als je iets gezegd, zeg wat niet. Ah, oké. Dat is al 2e keer dat ik mijn veters moet doen. Hoe doet jij je veters eigenlijk? Doet jij dat ook zo? Nee. Dit is niet normaal, man. En mensen, wow, dat is hier vol met auto's, man. Nee. Hey bro, dat is crazy. Dat is bro, mensen gaan botsen tegen elkaar, hè? Ja. Nee, joh. Terug op hotel. Zoals jullie kunnen zien, ik ben nu terug op hotel. Ik ga een douche pakken. Ja man, it's time to take a shower, bro. Ik heb nog geen tijd gehad om te douchen en shit. Ik heb gewoon geen tijd gehad. Ik ben te laat opgestaan. Dus ik ga even douchen en dan kom ik terug bij jullie. Yo! Oké, ik ben ondertussen al mijn bag aan het maken. Because I'm about to leave. Morgen vertrek ik. Morgen ga ik weg. Ik ben het hier een beetje aan het organiseren. Zeg maar, klaarmaken. Want ik weet, jullie weten van mij. Ik ben graag georganiseerd. Guys, ik wil jullie bedanken. Ik wil jullie bedanken voor naar de video te kijken. Ik ga niet zeggen like, deel of abonneren. Want dat doen jullie gewoon sowieso wanneer dat jullie fucken met mijn shit. Maar ja. Tot de volgende keer. It's been a long time. I know. Ik ga consistent proberen blijven. En dan zeg ik bij deze. Goodbye, my niggas.